Nog even met elkaar muziek maken voordat de zomervakantie echt kan beginnen. Het zonnetje liet zichzelf nog even zien op het Woerkums zomeravondconcert van muziekvereniging Kunst na Strijd. Meneer, u had misschien wel beter een stoel mee kunnen nemen. Dat heb je goed bekeken, ik ben een kei vergeten. Maar het boompje zit lekker. Ja, hè? Goed. Ik geniet van het concert hier. Ja, genieten van de muziek. Ah, jawel, joh. Het is gewoon goed. Lekker. Mooi weer. Mooie mensen om meer. Hè? Waarom doen jullie dit buiten? We doen dit vooral buiten omdat we graag aan de mensen willen laten horen van hey, dit zijn wij als vereniging. Normaal gesproken treden we binnen op. We zijn ook eigenlijk meer een binnenorkest. Maar juist vinden we het ook leuk om naar de mensen toe te gaan. Dus vandaar. Volgend jaar bestaat de Woudrichemse muziekvereniging 100 jaar. Iedereen moet dat te weten komen en daarom zijn er plannen om meer van dit soort buitenconcerten te organiseren. Komend jaar in 2020 is de vereniging 100 jaar en dat gaan we dan ook echt vieren. Dus dit is nog niet echt het markeringspunt, die komt in januari, 3 januari. Olaf Baken is inderdaad onze vaste dirigent, ook van het opleidingsorkest. En hij is er juist voor van betrek de mensen erbij. Zorg ervoor dat de vereniging ook echt in een gemeenschap staat en onderdeel is van die gemeenschap. Ook de muzikale jeugdleden van KNS lieten van zich horen. Ja, het was heel erg leuk. Het was gezellig. Heel leuk dat er natuurlijk veel publiek is vanavond. Inderdaad, ook dankzij het weer uiteraard. En je kan echt horen dat de jeugd heel veel plezier heeft met elkaar met het muziek maken.